Kom, we gaan nog een keer dat spelletje doen. Kijk hem staan daar, jongen. Kijk hem uitdagen, deze grappie. Yo, Nintendo fans! Daar zijn we weer met een nieuwe Bowser's Fury video. Met mijn boy Shiny Magikarp in the back. Even een blauw duimpje omhoog voor Shiny Magikarp in the back. En vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. En dan ga ik kattenzon nummer 71 tot nummer 80 zoeken in Bowser's Fury voor deze 100% run. Hier hebben we alles al. En daar nog niet. Daar in de verte. Oh, en hier ook nog niet trouwens. Dan gaan we eerst hier eens kijken. Versla de Fury schaduw. Hey, het is Luigi weer, jongens. De mooie Luigi. Iemand vroeg aan mij van, zeg je nou expres Luigi of weet je niet dat het Luigi is? Natuurlijk weet ik dat het Luigi is, maar ik vind Luigi gewoon leuk klinken. Oh, Bowser Jr. die helpt even. Die slaat hem even boven op zijn bakjes, jongen. kom eens hier. Hoe kom ik nu hier boven? Oh ja, zo. Zo, zo, zo. Kom op. Kijk, zag hem staan. Zag hem stoer doen. Kom op, kom op, kom op. Oh, oh, andere kant. Kom dan, kom dan. Andere kant. Ik heb je. Hoppakee. Lekker. Kom, we gaan nog een keer dat spelletje doen. Kijk hem staan daar, jongen. Kijk hem uitdagen, deze grappie. Wacht, ik moet hier gewoon even de foto van maken. Kijk hoe Mario hier ook staat. Dit is geniaal. Oké, nu is het klaar, Luigi. Nu is het klaar. Nu, ik ga je pakken, vriend. Hier. Oh, what? Ah! Ik denk dat we even terug moeten naar boven. Luigi, je zit me echt in de maling te nemen, hè. Kom dan. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Ik pak je. Oh, ik moet wel op je bakken springen. Nu ben ik mini Mario. Maar hé, we hebben hem wel. We hebben hem wel. We hebben deze kattenzon ook weer te pakken. Nou zag ik gelijk dat hier beneden waarschijnlijk ook een kattenzonnetje zit. Hier op het strandje. Ik ga even de man Bowser roepen. Yo man, Bowser, what up? Daar is die weer. Ja hoor, ja hoor. Bowser, ik sta hier. Wil jij hier je Charizard op doen? Fire Blast! Lekker, hoppa! En de volgende is ook weer binnen. Nummer 72. Nog 8 te gaan in deze video. Zo, en Bowser is ook weer verdwenen. En eens even kijken wat we op dit eilandje nog meer moeten doen. Voorlopig even niks, zo te zien. Oké, in dat geval, we go to this place. There is something happening here with this boat. Maar dit is het allereerste eilandje, toch? Ja, maar hier moet ik de Fury schaduw nog verslaan. Dan is hier ook een luigie. Wacht even, ik wil eerst power-uppie. Hoppakee, Boomerang Mario. Oh, en hier zijn ook nog blokken. Nou, daar gaan we weer, jongens. Daar gaan we weer. Scannen maar die handel. Ah, big bad baldy boze Bowser boy. Oh, wacht even. Ik moet wel oppassen, denk ik. Ah, ja, daar ging mijn power-up. Anyway, doet er niet toe. Want deze kattenzon zit ook weer in de pokken. Dit gaat lekker, jongens. En dan moeten we hier op dit eilandje nog maar 1 sterretje. En dat is dus de vuurschaduw van Luigi. Hey, mazzel, houdoe, later, doei. Luigi, waar ben je, jongen? Oké, nieuwe power-up. Oh, ik krijg weer dezelfde power-up. Hier, man, vangen. Oep. Hey, maar waar is Luigi, jongen? Luigi, ben je hier ergens? Where is the man Luigi on the first island, bruh? Nou, hij is waarschijnlijk dan helemaal aan het begin ergens. Ik zie hem al. Ik zag hem. Kijk, daar. Tussen de bomen. Daar zien we wat donkere drap. Hallo, Toadette. Moeten we Toads naar haar toe brengen of zo? Anyway. Ja, daar is die. Shadow Luigi. Oh, je komt gelijk naar me toe rennen. Ah, oké. Jongen, doe eens rustig, man. Kijk waar jij maar naartoe gaat. Hier, vang. Oeh. Bijna op je bakkes, vriend. Bijna op je bakkes. Oké, jump. Jump. Jump verder. Oh, waar ga je nou? Ga je nou? Wat? Oh, je gaat over de reling. Oh, wow, oké. Je gaat stoer doen. Ja, kijk hem stoer doen, jongen. Kom hier. Kom hier. Waar ga je nou naartoe? Oh. Lekker Bowser Jr. Hij gaat weer terug, hè? Je gaat weer terug, hè? Ja, ik had je wel door. Ik zag je wel. Pak hem. Bowser Jr. die helpen wel, hoor. Bowser Jr. houdt ook niet van Luigi. En ja, nu hebben we alle 5e kattenzonnetjes ook op dit allereerste eilandje te pakken. Deze was niet zo heel moeilijk. Ik ben benieuwd, jongens, welke er echt moeilijk gaan zijn straks. Welke kattenzonnen er overblijven tot de laatste video. Oké, ik zie daar nog wat gebeuren. Kijk, we moeten hier volgens mij ook nog eentje. Even kijken. Hier moeten we er nog één. Breng de sleutel naar de kitty cage.
Oftewel, de kitty cage, die staat hier. Wat ze flats, wat ze flats. Oh, hier is de sleutel. Ah, oké. Nou, we hebben de sleutel in ieder geval te pakken. Nu moeten we alleen nog even teruglopen. Zorgen dat we niet in het water vallen. Maar dit ziet er ook niet zo heel erg moeilijk uit, als ik heel eerlijk ben. We zijn er al bijna, toch? We hoeven alleen om even hier naar beneden. Zorgen dat we niet in het water springen. Dan zijn we klaar. Hoppakee. Sterretje nummer 75. Jongens, we zijn nu officieel op 3/4 in Bowser's Fury. Nog 25% te gaan. Wat ze flats. Ga maar lekker in die toren. En die is ook finished. Oké, Plessy, waar gaan we nu naartoe? Ja, Bowser is er ook alweer bijna klaar voor, zo te zien. Die komt er alweer bijna aan, jongen. Ja, sterker nog, die komt er al aan. Eens even kijken of we op dat eiland, of we daar Bowser nog nodig hebben. Of op dit eiland. Ja, hier moeten we in ieder geval nog een hoop doen, zie ik, aan deze kant van de map. En daar is Bowser. Ja, kijk. Bowser, kom maar. Anders ga ik even hierop staan. Zo. Ja. Hallo, Fire Blast. Dankjewel. Doei. Bowser is wel lekker aan het helpen in deze video. Je bent een topper, Bowser. Lekker bezig. Ik zie daar ook nog een sleutel liggen. Dus zo te zien moeten we daar ook nog een kattenkooi gaan openen. Oh, en hier is weer dat verdrietige katje. Ik vind dit zo sneu, dit katje. We moeten een kat zoeken. Oh, we moeten 3 katten zoeken zelfs. Oké. Waar gaan we de 3 katten vinden? 3 katjes op dit kleine eilandje, denk ik. Hé, ik heb een ster te pakken. Ik heb helemaal geen ster nodig, joh. Wil je even dit vraagtekentje wegpoetsen? Dan zijn wij weer Boomerang Mario. Wacht even. Waar kom ik terecht als ik deze buis inga? Oh, dan kan ik mezelf... What? Daar naartoe schieten? Oké, laat die katjes maar even zitten. Oh, huh? Rennen. Lekker. Ja, top. Moet ik ook nog ergens gaan springen? Of mag ik gewoon blijven rennen? Ik mag gewoon blijven rennen, zo te zien. Ah, en zo komen we op dit hoge eiland hier. Die vind je hier op de map. Voor degene die willen weten waar dit is. Nice. Oké. Nou, die kwamen we ook weer per toeval tegen. Lekker dit. Ja, maar even eerlijk. Ik was wel even katjes aan het zoeken, jongens. Ik kan katjes niet negeren, hè. Als er katjes gevonden moeten worden, dan moet ik daarmee aan de slag. Dus ik duik even hier naar beneden om even te kijken of hier een katje is. Breng de sleutel naar de kerkhooi. Nou, laten we dan eerst deze maar even gaan doen. Wat is hier nog op de muur, Bowser? Splash, splash, plats. Mushroom. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar hoe kom ik daarboven dan? Moet ik hier over dit randje gaan lopen? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat dit toch wel de bedoeling is. Dat we hier een soort van zijweggetje hebben gevonden. Oké. Lekker, Bowser Jr. Ja, we moeten sowieso via deze kant. Dus er is geen andere optie. Dan moeten we hier naar boven. Hotsieke. Oké. Wel raakspringen, Rick. Ja, top. Volgende poging. Ja, lekker. Oh nee, Bowser Jr. Bowser komt zich er weer mee bemoeien. Dit is wel echt super ongunstige timing. Ik zit hier zo niet op te wachten dat Bowser nu zich ermee gaat bemoeien. Wat moet ik namelijk nu doen? Waar is die kooi dan? Ik weet niet waar die kooi is, mensen. Jongens, we weten niet waar die kooi is. Is die kooi hier? Is die hier ergens? Ik denk het niet. Ik denk dat we nog verder naar boven moeten. Oké, sprinten. Hier is trouwens ook iets. Wacht even, wat is hier dan? Hier zit iets in de grond. Oh, muntjes. Daar heb ik niet zoveel aan. Ah, dit is niet top, Bowser. Dit vind ik geen... Dit is geen chille timing. Moet ik hier naar beneden? Was dit wel chille timing? Is dit precies wel juist de goede timing? Moeten we over dit randje? Moeten we hier naartoe? Nee, hier moeten we niet naartoe. Maar ik heb hier wel wat. Oh, hij is alweer weg. Oh, doei. Ik heb hem niet eens weggejaagd, maar nu ging hij uit zichzelf weg. Terwijl soms is hij hier ook echt 2-3 minuten of zo. Ik moet gewoon hier naar boven, joh. Moeten gewoon chill zo springen. Hoppakee. Ja, hoor. Auw, dat ging in één keer heel snel. Go! Moeten we hierin? Nee, ik denk... Oh, we kunnen hier niet eens in. Ik dacht even dat we hierin konden, maar we kunnen daar niet eens in, joh. Kunnen we deze power-up pakken? Ja, maar dan kan ik alleen de sleutel niet pakken. Doe maar een andere power-up, want dan kan ik de... Hallo? Deze moet weg! Ik wil dit niet. Nee, die sleutel gaat weg. Nee. Dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen, serieus? Potverdorie. Alleen omdat ik een power-up pakte die er niet hoort. Oké, we zijn weer aangekomen op het punt waar we net ook waren. We moeten waarschijnlijk over het randje gaan lopen hier. En hopen dat Bowser me even met rust laat. Lekker. Oké. Ja, we zijn boven. We zijn er. Heel nice. Ja, net hoefden we ook alleen nog maar dit kleine stukje.
Het is gelukt, jongens. Hoppakee. Oh, moeten we hem nog wel pakken? Yes, hoppakee. Oh, en nu hebben we hier 5. Nice. Scheer je weer weg, Bowser. Ik ben er nou klaar mee, hè? Oké, we schaatsen even terug. Want ik ben nou toch wel heel erg benieuwd hoe het met die katjes gaat. Kijk, want ze is nog steeds sad. Maar waar zijn dan haar 3 katjes? Oh, hier is 1. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Come with me. I'll bring you to mommy. Here. Here's number 1. Yay. Oké, nou, dan moeten er ook nog 2 andere hier ergens zitten, denk ik. Er zit hieronder 1. Hier is wel een power-up. Het is een power-up van een katje. Dus hopelijk gaan alle katjes me nu weer vertrouwen. Hey, joh, maar ik zie helemaal geen katjes voor de rest hier. Waar zijn ze dan, joh? Geef me even een hint of zo. Oké, misschien moeten we eerst andere dingen doen. En misschien als ze dan die dingen hebben gedaan, dat er dan weer nieuwe katjes daar spawnen of zo. Ik heb anders eigenlijk ook geen idee. Daar komen we ongetwijfeld later nog een keer terug. Hier moeten we blauwe munten gaan verzamelen door op deze knop te drukken. En dan gewoon maar kaart te gaan rennen, denk ik. Oh, wacht even. We moeten hier omheen. Ja, en dan zo. En oké. Oh, we moeten... Ah! Ik zie niks. Ik zie helemaal niks. Ja, lekker, lekker. Nice. En nu gaan we hier naartoe. Oké. Kunnen we dan weer rennen? Ja, oké. Rennen. Waarschijnlijk springen. Top. Springen, top. Springen. Ja, lekker. Ah, ik moet er nog één. Ja, oké. Hier naar beneden. Oh, recht naar beneden. Ja. En dan hierop. En dan hierop. En dan hier naartoe. En dan hierop. En dan hier deze nog. Ja. En dan gaat Bowser zich er weer mee bemoeien. Oh, nee, 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 nee. Oh, dit gaan we denk ik net niet redden in één keer. Ik denk dat ik dit net niet haal. Of misschien toch wel. Of misschien toch wel. Of misschien toch wel. Of misschien toch wel. Ja. Ja, toch wel. Bowser, gaan we weer terug in je hol, jongen. Ik heb hier weer een zonnetje voor je. Auw, namelijk. Bedankt voor het verbranden van mijn kont. Oké, nummer 79. Nog eentje voor in deze video. En je ziet het. Plessy, die staat al klaar om de 80ste kattenzon binnen te gaan harken, jongens. Oh. Moet ik er alleen niet onder doorduiken. Oké, go, 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 Plessy. Go, 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 go. Racen. Pak hem. Moeten nu naar deze kant. Oh, wacht even. Ja, nu moet ik er denk ik even af. Poging 2. Oké, nu weten we in ieder geval dat we daar op moeten, jongens. Hop. 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 Oké, go. Oh, het is hier een beetje glad. Dat is het probleem. Lekker. Hier naartoe. Deze. En dan. Oh, we moeten weer Plessy. Kom maar, Plessy. Spring op die rug. Yes. Oké. Tempo. Go, go, go. Nee. 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 Oké, we hebben hem. En nummertje 80. Lekker. Ja, en dat betekent zomaar dat we nog maar 20 kattenzonnetjes hoeven. En dan hebben we deze game gewoon 100% uitgespeeld. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je wil zien hoe je al die kattenzonnetjes pakt. En zet even dat belletje aan. Ik bedoel, niet zo'n kattenbelletje, maar dat belletje hier op YouTube. Doe dat en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!